Goedemorgen, broeders en zusters, groot en klein ook, en alles wat ertussenin zit. Ik heb vanmorgen heel veel mededelingen. Ik begin met een welkom voor iedereen die er is, ook voor alle mensen die online meeluisteren. En ook voor de mensen die via Studio Alphen, via de radio meeluisteren, van harte welkom. Het is vandaag Eeuwigheidszondag. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de Adventszondag, de eerste Adventszondag. In deze gezamenlijke dienst vanmorgen herdenken wij onze gestorven geliefden. We willen de namen noemen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar er is ook ruimte straks in de dienst om een kaarsje aan te steken voor de dierbaren die we al langer moeten missen. In deze dienst gaat dominee Henk Koppelaar voor. Hij is voorganger van de Oase gemeente in Amersfoort. Dit is een missionaire gemeente die zich primair richt op de Arabisch-talige asielzoekers in de regio Amersfoort. De collecte vanuit de verbinding is bestemd voor de zending. De bloemen gaan naar Eldert. Woensdagavond 23 november is er Bijbelkring 3 bij Coline. En donderdag 24 november is er catechisatie. En kopij voor het kerknieuws kan tot uiterlijk maandag 21 november bij de familie van de Mik worden ingeleverd. Dan de mededelingen vanuit het kruispunt. Alle gezinnen met kinderen vanaf 0 jaar tot in groep 8... kunnen weer kerstboekjes of geschenkjes uitzoeken en bestellen via de link in de zondagsbrief. Dat kan tot 3 december. En volgende week zondag wordt er in beide diensten het heilig avondmaal gevierd. En de collectes vanuit het kruispunt zijn voor het praktijkcentrum en voor Timon. Dan wens ik u namens de beide kerkenraden een goede en gezegende dienst. Laten we beginnen met de voorzang en als dat kan wil u dan daarbij gaan staan. Goedemorgen, broers en zussen, ook namens mij. We willen samen ook deze dienst onze afhankelijkheid van God belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde. En namens die grote God mag ik u groeten, want er is genade en vrede voor jullie allemaal door Christus Jezus onze Heer. Amen. We gaan zingen als ons eerste lied, opwekking 245, hier in uw heiligdom. Here I am.
Ja, Guurt, je zei het al, vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En vandaag willen we in deze dienst bijzonder daar aandacht aan geven. Op deze dag kijken we naar de voltooiing van Gods werk, de dag van Christus wederkomst. De dag waarop Hij weer zal heersen over heel de schepping. Laten we samen bidden. Ja, Heer, we willen, zoals we het al zongen, stil worden, zodat we uw stem zullen horen op deze dag. Dank u wel dat u ons opnieuw samenbrengt hier, op deze plek waar we u kunnen ontmoeten, waar u ook zelf in ons midden aanwezig bent. En Heer, we bidden u vooral ook in deze dienst of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Want we zullen in het bijzonder ook denken aan de mensen die gestorven zijn, die bij u zijn. En Heer, we missen hen. En er is toch veel hoop en troost ook te vinden in uw woord. En daarom, Heer, bidden we u of u onze oren wilt openen, ons hart ontvankelijk wilt maken voor uw boodschap, als we uit uw woord gaan lezen. Heer, laten we ook daarin al uw stem verstaan, zodat we zullen begrijpen wat u ons vandaag in dit uur te zeggen hebt. Dat bidden we samen in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover.
Straks na de preek zullen we zingen lied 245, het eerste en tweede vers. Zalig die in Christus sterven. Broers en zussen, wat een bijzonder gedeelte wat we zojuist uit de Bijbel hebben gelezen. En wellicht zult u het vast al eerder ook wel eens gelezen of gehoord hebben. Maar toch komt het nu ineens heel nadrukkelijk naar voren. Hoe zal het zijn bij de wederkomst van Christus? Met al diegenen die al overleden zijn. Die vraag hield de mensen in Thessaloniki ook al bezig. Want ze hadden daar vragen over gesteld aan Paulus. En als we dit gedeelte uit de Bijbel lezen, dan komen natuurlijk onze geliefden weer terug in onze gedachten. Hen die we recent of al langer geleden hebben moeten loslaten. En dan, als we daaraan denken, voelt dat verlies ineens weer heel erg sterk. Ik moest ook denken aan dat programma van de EO. Ik weet niet of u het wel eens ziet, maar het heet Ik mis je. En dan hoor je ineens soms heel aangrijpende verhalen van mensen die hun man, hun vrouw, broer of zus moeten missen. Of zelfs soms hun eigen kind hebben moeten begraven. Wat een verdriet, wat een pijn. En wat een vragen kunnen er dan zijn? Maar op deze zondag, broers en zussen, mag er ook hoop weer klinken. Dat de Heer bij zijn komst de gestorvenen niet vergeet. Er is hoop. En de gelovigen behoeven niet te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. In dit gedeelte spreekt de apostel nadrukkelijk over de komst van de Heer. En dan gaat het natuurlijk over de wederkomst van Jezus. En toch sluit Paulus heel nadrukkelijk aan bij de eerste komst van de Heer. Hij kwam naar ons toe om ons met God te verzoenen. Hij stierf. Hij werd begraven, maar hij stond ook weer op, want de dood kon hem niet vasthouden. En vanuit die wetenschap mogen ook wij weten dat de dood niet het einde is. Wij mogen ook nu leven in de verwachting van zijn komst. En die komst is dus niet alleen maar belangrijk voor de mensen die nu nog leven, maar evengoed voor hen die al gestorven zijn. En die wederkomst werd door de Thessalonicenzen, wat blijkt uit vers 15, al op korte termijn verwacht. En dat had de vraag doen rijzen. Hoe het lot zou zijn van degenen die al overleden waren. Want zij zouden dan de komst van Jezus niet meemaken. En op deze vraag gaat de apostel in dit gedeelte in. Paulus bemoedigt de Thessalonicenzen en dat er ook voor de gestorvenen hoop is. En die hoop, die is gebaseerd
op de opstanding van de Heer. Voor de gelovigen geldt, als we geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dan volgt daaruit dat ook God hen die al bij Christus zijn, opnieuw zal brengen bij hem samen met ons. Ze zijn immers het eigendom van Christus Jezus. En de basis voor de verwachting voor de gestorvenen is de dood en opstanding van Jezus. Hij en hij alleen is de garantie dat God de doden zal brengen samen met ons bij zijn wederkomst. En Paulus verduidelijkt dat stellig met een woord van de Heer. En dat woord wat Jezus gesproken zou kunnen hebben, is in het evangelie niet letterlijk terug te vinden. Het is of een woord dat door Jezus is gesproken tegenover Paulus zelf, maar hoe dan ook, het is een profetisch woord over de komst van de Heer. Zij zullen samen met ons de Heer tegemoet gaan. En de apostel gebruikt daarvoor apocalyptische taal en beelden. Wolken en lucht zijn hier de tekenen van Gods aanwezigheid. En in die beelden wil de apostel duidelijk maken dat de doden niet achterblijven, maar de levenden zelfs zullen voorgaan. Er is toekomst, omdat ook zij voor altijd bij de Heer zullen zijn. Bij een diep tragisch ongeluk of een aanslag leggen mensen bloemen bij de plek waar het gebeurde en komen ze bijeen. Soms wordt er een stille tocht gehouden. Want je wilt de slachtoffers herdenken en meeleven met de nabestaanden. En jullie kennen dat vast ook wel vanuit de Ridderhof, inmiddels 11 jaar geleden. En soms worden bij herdenkingen dan ook de namen genoemd van hen die zijn omgekomen. Zoals bij de ramp met de MH17... En recent zag ik dat nog bij de herdenking van het vliegtuigongeluk in de Bijlmer. Dat alles is vaak heel indrukwekkend. De namen van hen die ontvallen zijn, worden genoemd. Is het gedenken van de overledenen wat we in de kerk doen, juist ook vandaag, hetzelfde? Ja en nee. Ja, want ook wij staan stil bij wat en wie ze zijn geweest. En we staan stil bij het pijn van het verlies. En het is ook nee, want er is hoop, ook voor de gestorvenen. En die hoop heeft alles te maken met de dood en opstanding van Jezus. Die staat centraal binnen het christelijk geloof. En dat verbindt ons als we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar bijeengekomen zijn om de overledenen te gedenken. Omdat we geloven dat Jezus gestorven is en is opgestaan, mogen we ook geloven dat God ons weer zal verenigen
met de gestorvenen en ons samen zal brengen bij de opgestane Heer. De nabestaanden en heel de gemeente die de gestorvenen gedenken, mogen weten dat de opgestane Heer ons aan elkaar verbindt. En die wetenschap neemt de pijn en het verdriet niet weg. Maar het maakt ons ook niet uitzichtloos. Ook gelovigen leven in een wereld vol moeite en narigheid. Het lijkt soms alsof de dood heerst in de wereld. Mensen worden ziek, mensen sterven. Er gebeuren rampen met talloze slachtoffers. En soms vindt er gruwelijk geweld plaats, waarbij een mensenleven niet meer in tel lijkt te zijn. Deze week las ik in de krant dat er zowel aan de Russische als aan Oekraïnse zijde al meer dan 100.000 mensen zijn gestorven. 100.000. Wat een verdriet en wat een gemis moet dat zijn voor de familie en vrienden van die slachtoffers. En dan, juist dan, is er troost vanuit het woord van God. Want de dood overwint niet. Ook het volgen van Jezus kan grote moeite en pijn met zich meebrengen. Vlak voor zijn lijden en sterven spreekt Jezus bij de tempel in Jeruzalem zijn leerlingen toe. En hij laat hen zien wat hen en hemzelf allemaal te wachten staat. En dat zijn beelden die ons soms bang kunnen maken. En soms zijn ze ook echt herkenbaar in datgene wat we zien in de wereldgebeurtenissen. Maar Jezus vertelt ons dat niet om ons bang te maken. Hij wil ons bemoedigen en vasthouden op zijn weg. De weg van geloof, hoop en liefde. Het uitzien naar de komst van onze Heer wil ons ervoor bewaren dat we ons leven laten beheersen door de macht van de dood en het geweld in de wereld. Ondanks alle pijn en verdriet is het de moeite waard om het goede te zoeken, recht te doen en liefde te betrachten tegenover onze naasten. Juist de verwachting van de Heer maakt ons kritisch tegenover een samenleving waarin over de mensen wordt heengelopen en waar een mensenleven niet meer telt. Wij gedenken van de doden, dat bepaalt onze relatie met hen. Wie zijn ze voor ons? En soms zijn er misschien gevoelens van boosheid of teleurstelling. Soms is er de pijn van het onherroepelijke gemis en herinneringen die bovenkomen als we aan hen denken. In zijn brief aan de Thessalonicenzen laat de apostel ons zien dat de gestorvenen ons voorgaan. Ze komen niet achteraan alsof ze weinig of geen betekenis meer hebben. Nee, ze gaan ons voor. Wij zullen hen die ruimte geven en ons achter hen opstellen, zodat ze weer in gelijkheid met ons zijn.
We hoeven hen niet los te laten, maar mogen samen met hen de Heer tegemoet gaan. Wij hoeven niet te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. En zo mogen wij elkaar op deze dag troosten. Amen. Ik heb het voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan dit moment in de dienst. Ik zal eerst even vertellen hoe het programma ongeveer gaat. En daarna zal ik nog een toelichting geven bij het kruis dat op de tafel staat. Als eerste zal er straks een kaars aangestoken worden voor degene die afgelopen jaar overleden is. Dus daar staan daar twee aansteekkaarsen. Die hebben we vanmorgen aangestoken aan de paarskaars. En daarmee kunnen de vaccinelichtjes
worden aangestoken, die daar dan neer worden gezet. Een heel praktisch punt, misschien wilt u als u een kaars aansteekt, in het begin de kaarsjes een beetje in het midden van de tafel neerzetten, zodat de mensen die als laatste komen niet over de al brandende kaarsjes heen hoeven te reiken. Nadat de kaars dus is aangestoken voor degene die overleden is, mag een ieder die dat wil, die één of meer dierbare overledenen wil gedenken van het afgelopen jaar of van langer geleden, ook een vaccinelichtje aansteken. Tijdens dat moment zal de muziekgroep het lied van Sela zingen, De mensen die wij missen. Ik heb het vanmorgen even gehoord, klonk heel mooi. Als de laatste persoon geweest is om een kaarsje aan te steken, dan zal ik nog een kaarsje aansteken en ook nog namens een aantal andere mensen die mij gevraagd hebben om dat voor hun te doen, omdat ze er zelf niet kunnen zijn. Daarna ga ik zitten en dan zal er 2 minuten stilte zijn. En tijdens die 2 minuten wordt er op het scherm worden de namen getoond die aangedragen zijn. De namen van de mensen die we mogen noemen en die we mogen blijven noemen. Daarna zal er nog een luisterlied zijn. De kaarsjes worden neergezet bij het kruis. Dat kruis is beplakt met bijbelpagina's. En dat zijn oude en hedendaagse vertalingen. Omdat Gods troost, de basis voor onze troost is Gods woord. God is een God van altijd. Daarnaast zijn er ook verschillende talen gebruikt, omdat God overal is. Er zijn ook stukjes verband opgeplakt, omdat de striemen van Jezus ons genezing brengen. Er zijn ook stukjes zakdoek opgeplakt, omdat ooit God persoonlijk onze tranen zal afwissen. En ik vind dat zelf altijd zo'n mooi stukje uit de Bijbel. Stel je voor, dat is zo'n intiem gebeuren. Als iemand jouw tranen afwist, en dat doet God, onze God, gaat dat persoonlijk bij ons doen. Nou, dat zegt iets over onze God. Dat zegt iets over waar we naar uit mogen kijken. De doornenkroon die erop zit, die is gemaakt van prikkeldraad, omdat Jezus kwam om ons vrijheid te brengen. Er zitten een paar bloemetjes op van de hop. Hop is een bittere plant, omdat Jezus tot het bittere einde toe de beker heeft leeggedronken, ondanks zijn angst. Hij heeft dat gedaan voor ons. Het hart is gemaakt van spiegelglas, omdat we met Jezus zijn gestorven, begraven en ook weer opgestaan. Het is gebroken en in het midden loopt een rechte lijn die gevuld is met bladgoud, omdat in onze gebrokenheid altijd Gods weg zichtbaar is. En elke kaars die we aansteken is het bewijs, staat er symbool voor, dat het licht de duisternis heeft overwonnen. Het licht kwam in de duisternis. De duisternis heeft geprobeerd om het te overwinnen, maar dat is niet gelukt. Het licht heeft overwonnen. Dan wil ik nu de naam noemen van degene die overleden is. En we zijn heel blij dat haar 2 zoons, Gert en Henk, hier zijn om, ik neem aan, ook namens hun zus een kaars voor haar aan te steken. Jannie van Beek-Smit werd geboren op 24 februari 1936. Ze overleed op 23 juli 2022. En op haar kaart stond: De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
In de kerk hoef je je verdriet, je gevoel van leegte diep van binnen niet thuis of buiten te laten. Juist niet. De kerk sluit het leven niet buiten, maar brengt het voor God. Het kerkgebouw is een ruimte om te treuren, te bidden, te zingen, stil te worden, troost te vinden. Juist hier in de kerk klinken de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Verdriet en leegte zijn te overrompelend om voor jezelf te houden. Die mag je delen met anderen. We gaan bidden. Er zijn een aantal voorbedenpunten die ik opgekregen heb, waarvoor we samen als gemeente willen bidden. En er zijn ook nog een aantal punten die door Guurtje zullen worden gebracht bij God. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze bijzondere boodschap die we mochten horen vanuit uw woord. Uw stem klonk in ons midden. Er is hoop voor ons die nog hier zijn bijeen voor uw aangezicht, maar ook voor hen die ons zijn voorgegaan, die al mogen zijn in uw aanwezigheid. Heer, we hebben hun namen genoemd, we hebben aan hen gedacht. Namen zijn zichtbaar gemaakt voor ons. En Heer, we willen aan hen blijven denken. Ook al zijn ze al bij u en hebben het in uw aanwezigheid goed. Maar Heer, dat neemt niet weg dat wij ze nog steeds missen. Heer, er is troost in uw woord. Dat heeft u ons vanmorgen laten horen. En met die woorden willen we ook elkaar troosten. Dank u wel, Heer, wat bent u een geweldig grote God. We prijzen uw naam. We willen ook voorbeden doen, danken en bidden voor hen die onder ons zijn. Heer, we danken u voor het feit dat Ali Heijns in afgelopen maandag haar 77ste verjaardag mocht vieren. Dank u wel dat u ook voor haar zorgt en geeft wat zij nodig heeft. Heer, we bidden u of u voor haar wilt blijven zorgen, ook in de tijd die nog komt. Heer, afgelopen dinsdag is bij onze broer Adrie Boersma de galblaas verwijderd. De operatie is goed verlopen en dat is zeker niet altijd een vanzelfsprekendheid. En daarom willen wij u ook daarvoor danken dat het goed gegaan is. En wij bidden u voor verder herstel.
Wij bidden dat ook voor Klaaske Buikema. Ook zij is afgelopen week geopereerd. En ook die operatie is goed verlopen. Dank u wel, Heer, voor de vaardigheid en kundigheid van artsen die genezing kunnen brengen. Maar u bent de echte, grote geneesheer van ons leven. We bidden u, zowel voor Adrie Boersma als voor Klaaske Buikema, dat zij mogen herstellen en weer sterk mogen worden. Zo bidden wij samen voor deze zuster en broers. Heer, wil met hen zijn. Ja, Heer, ik wil u ook bidden voor Hanny. Bij de zorgen die er al waren om haar gezondheid in het ziekenhuis, heeft ze nu ook longontsteking. Een longontsteking die tot vanmorgen nog niet onder controle gebracht lijkt te kunnen worden. Heer, we weten dat u bij machten bent om wonderen te doen. We weten ook dat uw plan altijd het goede plan is. Heer, wilt u haar geven wat nodig is, wat goed is voor haar. Dat bidden we ook voor Koos, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. En dan denken we in het bijzonder aan Anne en Anneke en Ingrid en Lisa. Heer, wees bij hen. Geef hen kracht. Laat hen uw aanwezigheid ervaren. Jullie ook bidden voor Famke. Ja, ook danken dat eindelijk nu lijkt dat het de goede kant op gaat. Dat er goede ontwikkeling is wat betreft haar gezondheid. En ook dat ze qua hulpvraag nu eindelijk op de goede plek lijkt te zijn bij iemand die zij ook vertrouwt. Wilt u zijn met degene die ook om haar heen staan? En dan denk ik ook in het bijzonder aan haar moeder, aan Inge, op wie veel van de zorg neerkomt. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen zegenen in de zorgen die er zijn, in het geduld dat nodig is? Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u om hen heen staat. Dank u wel, Heer, dat we zo de namen mogen noemen. De namen van de mensen die bij u zijn. Maar ook de namen van de mensen die nog bij ons zijn. En dat we mogen weten dat u voor hen zorgt. Dat u een God bent van altijd en overal. Om Jezus wil. Amen. Dan is er gelegenheid voor de collecte. De eerste collecte voor het praktijkcentrum en de tweede voor Timon. En vanmiddag is dat denk ik de collecte voor de NGK voor de zending. Ik weet niet hoe dat werkt precies, maar... Mogen de heren uw gaven zegenen. Ons slotlied is opwekking 520, Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Thank you.
Wij mogen met de zegen van God naar huis gaan. Open uw handen, ontvang de zegen van God. Want de Heer onze God, Hij zegent jullie. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie vrede.